Goed, en wat heb jij Max geschreven? Nou, wij wouden graag de hond van Robbie Witsche uitlaten. Jij wil graag de hond van Robbie Witsche uitlaten? Ja, hij heeft een leuke hond. Ja, niet dat hij zelf niet leuk is, maar de hond is ook hartstikke leuk. En die, Maar gaat het om de hond of gaat het om Rob Witsche? Eerder om de hond. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, het gaat om de hond. Anders had ik toch wel geschreven dat ik Robbie Witsche uit wou laten of zo. Oh. Nou, goed. Dus het gaat om de hond. Ja. Wat voor hond heeft hij dan? Sharpei. Een? Sharpei. Een Sharpei. Hey Rob. Goedendag. Hallo. Hallo. Kom even een stapje naar voren. Ja. Hey. Dag. Hallo. Hey, hallo. Rob. Het is Monique. Dit is Tessa. Hallo. De dames hebben een fax gestuurd aan Max. Een fax aan Max? Een fax aan Max gestuurd. Zo. En de vraag luidt of ze jouw hond even mogen uitlaten. Graag zelfs. Graag zelfs. Dan blijf ik lekker binnen zitten. Ja. Kan je hem even halen dan? Ja, ik haal hem. Hoe heet hij? Boris. Boris. Hey, dit is toch wel voor de voetballer en zijn hond? Nee, dit is fax van Max. Max, mag ik even je lepeltje? Ja. Is dit voor fax van Max? Dit is fax van Max. Ik vind dit toch echt iets voor de voetballer en zijn hond? Nee, Spaan die had dit liever voor de fax van Max. Dus ja, dat moet hij weten. Ja, gek hoor. Ja. Maar je bent een tijdje uit vorm geweest, hè? Wat is dat dan uit vorm? Nou, dat je geen knikken meer raakt. Dat je wat? Geen knikken meer raakt. Kijk, wat heb jij? Ja. Nou, luister, we hebben nu man. Ja. We hebben begint verkeerd. Oh, hoe moet ik dan beginnen bij wie? Ik Witsche. We hebben welke Witsche? Rob. Rob Witsche. Dan heb je nog Richard. Richard Witsche. De rest mag je zelf invullen. Oh, dan begint. En dan hebben we Numan. En dan hebben we Cocu, geloof ik. En dan hebben we Edgar Davids. En Erwin Koeman. Laat ik die nou eens even noemen. Ja. Nou. En wie moet daar dan spelen? Denk jij? Ja. Wil ik jou wel zeggen. Ik kan het je influisteren. Fluisteren. Oké. Okay. Ja. Maar alleen dat lekker bakje thee, hè? Dat is een hele bakje thee. Ja. Hoe blijven die meiden trouwens? Ja, ik weet het niet. Zal er niks gebeurd zijn? Ja, ik zou niet weten hoor, waar die gulp moet staan in Nederland zelf dan. Jij wel dan? Nou! In ieder geval hartstikke bedankt. Graag gedaan. Hoor. En als jullie morgen weer terug willen komen, zeg het maar. Hoor. Je krijgt een We bellen wel even. Ja? Oké. Okay. Okay. Doei.